Graafschap doet mee om de directe plaats voor de Eredivisie. En ze hebben een paar belangrijke spelers terug. Alexander Buettner onder meer. En ook Bassar Önal en Devin Haan zijn weer terug in het elftal. Maar de wedstrijd begint heel vervelend. Zware blessure, zo op het oog, voor Dylan Timber. Oudere broer van Quinten en Jurjen. Die hier ongelukkig ten val komt. Niet helemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand is, maar... Dit ziet er niet best uit. Laten we hopen voor Dylan Timber dat hij snel weer terugkeert op een voetbalveld. Daarna een hele grote kans voor VVV. Spelen dit heel goed uit. Martijn Berden omspeelt de keeper, maar... Geweldige redding op de lijn van Joran Hardeman. Jonge centrale verdediger, zoals er zoveel talent uit de jeugdopleiding van de Graafschap het eerste elftal instroomt de laatste jaren. Ander exponent daarvan maakt hier de 1-0, Devin Haan. Was lang geblesseerd, nu weer in de basis. Ralf Seuntjes daardoor op de bank. Dit is niet het moeilijkste doelpunt uit zijn nog prille carrière. Derde van het seizoen voor hem, maar was dus veel geblesseerd. Tweede helft, Simon Collijn kopt door en Fortes ongeveer vanaf dezelfde afstand als van waar Devin Hanen maakte. En de Graafschap op 2-0. Corner goed aangesneden. Collijn probeert hem in één keer naar de lange hoek te koppen. Maar heeft Fortes daar nog even voor nodig. Seuntjes krijgt 20 minuten. Tegen zijn oude ploeg natuurlijk. VVV, met wie die ooit nog kampioen werd van de Eerste Divisie. Deze aanname van Seuntjes verraadt toch zoveel klasse. Met zijn verkeerde been ook nog. En een hele comfortabele voorsprong voor de superboeren. Voorzet is ook goed van een andere invaller, Mimou Mahi. Met zijn aanname maakt hij zoveel tijd voor dat schot. En geen houden meer aan voor keeper Jan de Boer. Die daarna ook nog even aan het werk moet en de bal hier goed pakt. Maar dan doet het wel buiten zijn 16. En dus een directe rode kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis. Voor wie dat ook redelijk uniek is. De laatste directe rode kaart die Bas Nijhuis gaf, dat was in mei 2021 in de 80 wedstrijden sindsdien. Niet één speler zo van het veld gestuurd op die manier. Al met al een fijne avond voor de Graafschap. Comfortabele 3-0 zege op VVV. Ze blijven meedoen om de bovenste twee plaatsen.